lekker zijn deze huispakken? Chocolate brownie KitKat. Hi allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Wij mochten weer wat moois maken voor de action. We nemen je mee in onze sleepover van vanavond. En we willen jullie graag laten zien wat we allemaal gekocht hebben. Hoe lekker zijn deze huispakken? Met dit lekkere stofje. Je hebt hem in deze kleur. En je hebt hem ook nog met het zwart. Met hier zo'n gouden streep aan de zijkant. En ook nog eventueel onesies met Minnie Mouse en sterretjes. Super grappig, ze hebben dus een pan met brownie mix. En dan moet je dus 30 minuten bakken. En dan heb je dus gewoon een brownie in een gietijzeren pan. Wat leuk zeg. Zullen we deze meenemen? Ja, die lijkt me lekker. Een Toblerone variant, een speculoos variant. Is ook lekker. Koekie, en een soort van pannenkoekachtig iets met Nutella en de KitKat. Nou, kies jij maar. Doen we de KitKat, goed? Ja, is goed. Lekker. Ze hebben dus ook super veel hartige snacks met van die stokjes waar je die je lekker kunt dippen in aioli en tapenade. Maar ook iets waar wij heel gek op zijn. Popcorn. Nou ja, als je sleepover doet ga je natuurlijk vaak een film kijken. Dus daar hoort popcorn bij. En je hebt dus de keus uit sweet, salted caramel en salt. En wij gaan voor zout. Zout. Lekker. Kijk eens hoe lekker dit is voor onze meidenavond. Een heel erg groot plate, 220 keer 240, dus voor twee personen een plate. We kunnen dan lekker over ons heen doen. Ja. En het is een lekker stofje. Ja, heel leuk. Ze hebben nog meer andere plates. En deze vind ik ook erg mooi voor over het bed heen. Een hele mooie print. Een grijze en een beige variant. Heel mooi. Ze hebben dus ook allemaal lekkere maskers. Heel veel verschillende soorten. Een gouden masker. Zo'n bubbelmasker. Maar ook voor je handen en voor je lippen. Maar even kijken wat we lekker vinden om mee te nemen. Het is ook allemaal leuke gordijnen. In het bruin en in het beige. En ook eentje met een verloerprintje. Echt zo een beetje dat hotel chique steltje. Voor onze sleepover hebben we huispakken gehaald. Je hebt bij de Action heel veel keuze uit onesies, loungepakken. Wij hebben gekozen voor een loungepak. Ja, deze zwarte. Lekker en zacht stofje, een soort van velvet stofje. En heel erg lekker, dus die gaan we straks lekker aantrekken als we onze meidenavond hebben. En daarbij, voor bij het huispak, hebben we lekkere sokken gehaald. Echt van die comfy sokken, want het is altijd lekker als je het film aan het kijken bent om warme voeten te hebben. Oh, zo lekker. Ik heb altijd heel snel koude voeten. Ik denk de meeste vrouwen wel. Dus we hebben deze blauwe gekozen met van die balletjes hier. En er zitten ook wat loafertjes in. De sokken zijn €2,97. En de huispakken zijn €8,95. We hebben ook hele mooie plates gekocht voor op bed. Wij vinden het mooi om laagjes aan te brengen. Om een meer chicere uitstraling aan je slaapkamer te geven. Ja, en daarom hebben we dit grote plate gekocht. Zoals je kan zien ook weer een lekker stofje. En dit is dus een heel groot plate, namelijk 220 keer 240, dus voor twee personen. Heb je ook geen ruzie wie het meeste kleed over zich heen heeft. En daarnaast hebben we een sprei gekocht voor over het bed heen. Er ligt nu op het bed al een grijze dekbed, ook van de Action. En daar vonden wij deze heel mooi bij passen. Dit is ook 220 keer 240, dus een beetje vergelijkbaar. En qua kleuren vonden we dit ook goed matchen. Ja. En deze heeft een soort velvetachtige stof. Ja, hele chique stof en print vonden we deze. Daarnaast hebben we om de slaapkamer wat warmer te maken en ook donkerder. Want we willen natuurlijk dat het zo donker mogelijk is voor een sleepover. Want dan creëer je direct dat gezellige sfeertje mee. Gordijnen gehaald van de Action. De Action heeft super veel keuze uit verschillende gordijnen. Verschillende kleurtjes. Ja, ze hebben echt van die materialen van velourprint. Ja. Achtige stoffen. Bruin, beige. Nou, genoeg keuze. En wij hebben gekozen voor de beige variant. En daar kun je dan nog een zwarte of een zilvergrijze roede bij kopen. Die roede kun je dan mooi hangen. Zodat je direct je gordijn kunt ophangen. Volgens mij zijn we vergeten om net even de prijzen te benoemen van de producten. Maar goed, we hebben bonnetje bij de hand. Dit plate was €15,95. En deze was €19,95. En de gordijn moet ook nog. En het gordijn was €9,95. Wat natuurlijk ook bij een echte meidenavond Girls Night hoort, is natuurlijk een beetje verzorging. Dus wat we ook gekocht hebben zijn maskers. Allereerst dit gouden masker. Dit is niet zo'n masker dat je over je hele gezicht hoeft heen te smeren. Maar die kun je zo in zijn geheel over je gezicht heen doen. Ik heb gekozen voor het Retinol Smoothing Masker. En deze geeft je een jonge uitstraling. Daar zijn we naar op zoek. Met onze leeftijd zijn we op zoek naar verjonging. Super lekker. Gewoon
Even lekker een maskertje, even ontspannen. Toch, nou ja, lekker gevoel. En het leuke is dat je eigenlijk kunt kiezen bij de Action uit allemaal verschillende printjes. Dus je hebt ook glittermaskers, bubbelmaskers. De maskers waren allebei 1 euro. En wat natuurlijk ook bij een echte girls night is dat je wat lekkers te snijden en te snoepen hebt. Dus dat hebben we ook meegenomen. Heel veel snacks. Heel erg veel. Dus dat gaan we ook nog even hier laten zien. Ik ga voor de klassieker, namelijk de kinderchocolade. Nou, dit is echt jeugdsentiment. En de kinderchocolade kostte 1,19 euro. Daarnaast hebben we ook van deze chocoladebiscuitjes met van die Smarties erin. Ik weet dat ik als kind deze vroeger ook mee kreeg naar school. Dus het is een beetje jeugdsentiment. Dus ik denk, ik neem deze ook lekker mee. Die waren 1,29 euro. We zijn echt heel erg benieuwd naar deze. We kennen ze niet. Nee, nog nooit gehad. Dus we wilden ze proberen. Deze zijn 90 cent. Daarnaast is het natuurlijk ook wel lekker om er wat bij te drinken. Dus hebben we ook lekker thee meegenomen van Clipper. Kijk, en lemon geloof ik. Ja, lemongrass. En de thee kostte 1,99 euro. Tevens hebben we popcorn gehaald. We hebben gekozen voor zouten popcorn. Die gaan we lekker in de magnetron doen. En de popcorn was 89 cent. Iedereen zag deze liggen. Dit zijn van die Reese Rounds. Er zit peanut butter als vulling erin. Je had dit ergens gezien, toch? Ik had dit dus gezien bij een andere YouTuber. En die is wat ouder. En die schreef van dat dit echt vroeger aten ze dit allemaal. Dus ik was hier wel heel nieuwsgierig naar of dit daadwerkelijk zo lekker is. Het waren 1,29 euro. Daarnaast dachten we van al die chocola en suikers is het misschien ook wel lekker als we wat hartigs doen. En hebben we deze stokjes gekocht met wat lekkere dipjes erbij. Ik kon kiezen uit 3 dipjes. Een pesto dipje, een aioli dipje en een tapenade dipje. Nou, in de dipjes die kosten per stuk 1,25 euro. Last but not least. Hebben we deze chocolate brownie KitKat gekocht. Dit is dus heel erg grappig. Er zit dus een pannetje bij. En hoe lang duurt het om het te maken? Volgens mij niet zo heel lang. Een half uurtje. Oh, een half uurtje. En dan heb je dus een KitKat chocolate brownie. Wij hebben gekozen voor de KitKat variant, maar je kon ook kiezen voor de Toblerone variant. Pan met brownie mix was 4,99 euro. Vond je deze video nou leuk? Doe dan even een duimpje omhoog en vergeet je niet te abonneren op het YouTube kanaal van The Action, zodat je op de hoogte blijft van de nieuwe video's. En laat even in de comments weten wat jouw favoriete snack is. Wij zullen in ieder geval even in de reacties laten weten welke snack wij het lekkerst vonden. En vergeet ons ook niet te volgen op onze kanalen Naomi Kampenga en Huisje in Overijssel. Bye! Bye!